Frans Duits 41 had zijn 15-jarige showbizcarrière dit jaar willen vieren met een groot concert. Nu alle optredens vanwege de coronacrisis tot nader order zijn afgelast, werkt hij in een slowbedrijf. Aan Story vertelt de volkszanger over zijn jarenlange zucht naar alcohol, de afwijzing van zijn grote liefde en waarom hij altijd zijn hart volgt. Iedereen zei dat zingen een kansloze missie was, jij denkt maar dat je alles mag van mij. Dit is mijn allereerste hit, ik nam het liedje al in 2005 op, maar pas in 2007 werd de single veel gedraaid. Toen ik later ook nog aan het programma Beste Zangers mocht meedoen, kende iedereen mij en was ik eigenlijk nooit meer thuis. En als ik dan thuis was, bemoeide ik me met de opvoeding van onze drie dochters. Het was mijn vrouw die toen tegen mij zei, jij denkt maar dat je alles mag van mij. Want hoewel ze mij steunde in mijn carrière, heeft zij de eerste 5 jaar er alleen voor gestaan met de kinderen. Ik was altijd weg, dus als ik me ermee bemoeide, zei mijn vrouw, wat denk je nou? 3 minuten per week thuis en dan denk je dat je je met de opvoeding kan bemoeien, daar had ze volledig gelijk in. Maar we zaten altijd op één lijn, we hebben daar ook nooit ruzie over gehad. Ze heeft het fantastisch gedaan, we hebben zeer goed opgevoede kinderen. Echt 3 schatten, ze mogen heel veel van mij, maar een grote mond of brutaliteit accepteer ik niet. Dit liedje is geschreven door Alan Clark, en toen ik mijn vrouw Marloes voor het eerst zag in een discotheek, dacht ik laat je nooit meer gaan. Ik was 1 jaar of 16 en het was liefde op het eerste gezicht. Ik bood haar een drankje aan, maar helaas voelde ze niet hetzelfde voor mij. Marloes wilde niets van me weten, ze heeft me 1 jaar laten bungelen. Terwijl ik alles deed, drankjes gehaald, uitgezocht waar ze was om er dan naartoe te gaan, weer drankjes aangeboden. Het was geen stalken, maar ik was zo verliefd dat ik haar hart echt wilde veroveren. Ik vroeg haar aandacht en wilde voor haar zorgen, na 1 jaar gaf ik het op. En toen ging ze opeens achter mij aan, kennelijk vond ze die aandacht toch wel leuk. Dat is nu 24 jaar geleden, en nog altijd vindt ze het leuk om extra aandacht te krijgen. Ik kan haar nog altijd heel blij maken met een bosje bloemen. Dat wordt bij ons thuis altijd gezegd, zit de 5 al in de klok, want dan is het tijd voor een drankje. Dat inspireerde me om er een liedje over te maken, en nog steeds is het zo dat als de 5 in de klok zit, er een drankje op tafel komt. Maar niet meer zoveel als vroeger, nu houd ik het bij een wijntje of een goed glas champagne. Ik geniet nu meer van een drankje, vroeger dronk ik om te drinken. Zeker in de beginperiode was dat zo, dan was 1 liter Bacardi per avond, zeker in het weekend, heel normaal. Ik weet nog dat ik voor mijn verjaardag 1 keer 3 liter fles Bacardi kreeg om aan de muur te hangen. Die fles was binnen 1 week leeg, ik dronk altijd, en veel te veel. Ik werd er geen leukere man van, en dan besef je op 1 dag dat het zo niet verder kan. Als ik te veel dronk, wist ik de weg naar huis ook niet meer. Ik moest stoppen, al meerdere keren hadden Marloes en ik hier lange gesprekken over gehad en elke keer beloofde ik te stoppen. Ik was geen leuke partner meer en voor de kinderen geen leuke vader.
en ik groeide dicht, ik woog op een gegeven moment 138 kilo, het zou op alle fronten fout gaan als ik niet zou stoppen met drinken. Het was niet mijn beste tijd, zeg maar, nu hoef ik niet meer aangeschoten of dronken te worden. Ik leef mijn droom, een droom die door mijn vader is uitgekomen. Het plan was dat ik in het familiebedrijf zou gaan werken, maar mijn vader wist ook dat ik een droom had. Zanger worden, optreden, hij heeft me toen de vrijheid gegeven om te kijken of dat zou gaan lukken. Daar mocht het slowbedrijf voor wijken, en het is gelukt, hij was apetrots en heeft gelukkig veel optredens kunnen bijwonen. Nu hebben we door de crisis geen optredens meer en werk ik weer in het familiebedrijf. En ik vind het heerlijk om weer met de sloop bezig te zijn.